Vandaag als ik wonderlijk verras door die nodige potentiaal wat ons heeft, ben ik onder onze eigen gelederen. Met een klein beetje opleiding, een kort tijdse opleiding, heb ik vandaag een baie mooie print, een boodschap gekregen waarin een story verteld is, een boodschap gezegd is, die komt vandaan, een gedeelte van die pad. En alles is voor mij zo mooi in één gepak. En één volgt de ander op met een professionaliteit wat niemand kan afstrijden. Met andere woorden, wat mij zei, ons kinders het gaan leren. Hij is ingegaan om iets voor ons te brengen, wat hij aan ons kan bedienen. Dus is mijn hartbegeerte, dat die werk niet moet hier stoppen, maar dat het in die gemeenschap mee gedeeld wordt. Dat meer als één van die cellen, sprekers en samenwerkers, gekregen wordt. Zoals misschien zoals een Paul Lekeer. Praat zoals een Sanne de Koker. Hoeveel broers en zusters leven nog van die kortmans? Als ons hulle geschiedenis kan bijbrengen, kan dat een baie groot en een brede prentjie gee en een diepe achtergrond. Zoals wat die verschijning gekomen van opa rechtopstaan, kan ook die boodschap komen van Galakap en Ubisip. En die inpak van die boodschap heeft mij vandaag gezegd, ons kinders het geleerd. Als ons gemeenschapsraden en raadsleden naar die film kijkt, zal hulle weet, hulle het ons kinders nodig. En die kinders, die mooiste boodschap is voor mij, ons is niet hier om dingen te doen nie. Ons is hier om ons mensen help oplei. Die wat wel bijkom, moet bijkom en aangaan en aansluit, dat die pad kan bouwen. So, dat is die mooiste gebaar wat ik in mijn levenstijd gekregen heb. En voor mij is dat een onvergetelijke oomblik. En wat zo mooi is, dat toen ik die boodschap lees en zie, toen kan die camera weer zijn story optellen. Om te luisteren naar die woorden van die mensen wat gekeken heeft naar die boodschap. Zo kinders, die boodschap van mij is, moet niet hier stoppen. Nie. Vertel mij als iemand jullie stopt. Om een story op te tellen en een boodschap, om een boodschap vast te maken, om een geschiedenis vast te maken, om dat later aan die achterste nageslag te vertellen. Want dat is van kardinale belang, dat hier die inlichting wat jullie hier optellen vastgevangen moet worden en dat een mens die pad samen moet lopen, dat waarheid geboren kan worden en dat die leens, wat zo baie makkelijk insijpel van verschillende mondheden, uitgeschakeld kan worden. En dus waarom ik groot waardering en dankbaarheid heb. De opleiders, ik zeg voor jullie bij dankie, jullie hebben een briljante werk gedaan. En God bless.